mee te doen. Ja. Welkom allemaal bij alweer de vierde vlog. In deze vlog nemen we jullie mee in de wereld van communicatie. Als rayonleider ben ik een spin in het web betreffende communicatie. Op een gewone werkdag heb ik onder andere te maken met mijn directe collega's, schoonmaakmedewerkers, klanten en leveranciers. In deze vlog zien jullie ook mijn collega Lisa Quarta. Lisa en ik zijn samen verantwoordelijk voor het rayon Landsingerland en omstreken. Elke morgen om 6 uur gaat mijn wekker al. Het eerste wat ik doe is eigenlijk naar mijn telefoon lopen om te kijken wat ik gemist heb in de loop van de late avond, nacht, in de ochtend vroeg. Als ik bijzonderheden heb, neem ik eigenlijk direct contact op met mijn collega Lisa Quarta om te bespreken hoe we het gaan aanpakken voor die dag. Goedemorgen, hoe is het? Ja, goed, met jou? Ja, nou, de dag begint goed. Ziekmelding van Marie, ik ben bij Jeanette, die tikken het op. En dan treffen we elkaar op kantoor aan en dan kunnen we even plan van aanpak maken voor die nieuwe klant, voor die uitbreiding. Oh, oké, okay, dat is goed. Kom jij nou naar kantoor toe? Ja, ik zie je trouwens rijden, want ik rij nu naar kantoor. Oh, en ik ga net weg. Ik start mijn werkdag altijd op kantoor. Het eerste wat ik daar doe is zorgen dat de uren voor die dag goed staan geregistreerd. De mensen die ziek zijn meld ik ziek, waardoor de uren open komen te staan. En de mensen die bijvoorbeeld een wijziging in het pand hebben, doe ik allemaal handmatig goed zetten. Het contact met klanten gaat voornamelijk per e-mail of telefonisch. En ook ga ik geregeld langs bij de klant zelf op locatie. Dit keer neem ik jullie mee naar onze klant Toto Exotics in Bleiswijk. Als ik bij een klant op locatie ben, bespreek ik eigenlijk altijd een aantal zaken. Het belangrijkste natuurlijk, hoe gaan de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op het pand? Zijn de medewerkers tevreden? En nog belangrijker, is de klant tevreden? Verder bespreken we ook hoe het op dat moment met de klant gaat. Hebben zij bijzonderheden voor mij? En ook hoe het met mij en mijn Beerco gaat en of ik bijzonderheden heb voor hun. In ons werk hebben we ook dagelijks te maken met het contact met medewerkers. De medewerkers benaderen ons eigenlijk op verschillende manieren. Voornamelijk is het via de app. En eigenlijk na het appen is het bellen de grootste input die we daaruit krijgen. Lies, ik ga er vandoor. Ik ga nu naar Petra toe, een van onze medewerksters, om haar te bedanken voor haar inzet de afgelopen periode. Dit had ik via de telefoon kunnen doen, maar ik vind het persoonlijk prettiger om iemand face-to-face te ontmoeten. In mijn werk heb ik te maken met heel veel verschillende mensen en bedrijven. Ieder heeft zijn eigen voorkeur voor communicatie. Na verloop van tijd weet je precies wie je op welke manier het best kan bereiken. Tot de nieuwe vlog!